Ik ben Carlijn, ik ben 27 jaar, ik woon in Alkmaar met mijn man en 2 kindjes. Hoe voel ik me sinds mijn laatste zwangerschap? Nou, eigenlijk wel goed. Ik heb een keizersnede gehad, dus daar moest ik wel echt van herstellen. Dat merkte ik vooral lichamelijk. Ik heb echt 4 tot 6 weken rust moeten houden. En verder, ja, slaapgebrek. De dagen dat ik thuis ben met de kindjes starten we vroeg. Julie ligt vaak tussen ons in. Want die vindt het veel te gezellig bij papa en mama. Dan is Jax wakker, die krijgt zo'n borstvoeding. En dan gaat hij nog even lekker een slaapje doen. We gaan lekker altijd samen ontbijten. En dan is het eigenlijk lekker opruimen, de was doen, de stofzuigen, alle huishoudelijke taken die erbij horen. En daarna is het eigenlijk altijd nog even lekker spelen, tekenen. En dan is het eten en dan gaan we de grote bedshow doen. En dan hebben wij hopelijk rust om een uurtje of 7:30, 8 uur. Ik werk 3 dagen in de week. Ik zou niet fulltime moeder willen zijn, want ik geniet onwijs van de kinderen, maar ik vind het gewoon ook heel erg lekker om mijn eigen ding te hebben en mijn eigen collega's. Even niet met kinderen bezig te zijn of met poepluiers of wat er allemaal gedaan moet worden, maar even een stukje, ja, lekker voor mezelf. Kwaliteitstijd samen, ja, dat is echt zo belangrijk en die schiet er zo vaak bij in, want dan denk je, nee, het komt wel, het is niet belangrijk of we gaan wel lekker met de kindjes, maar ook echt dat moet je plannen. Nou, op zich ben ik wel gezond bezig, ook gewoon met 2 kids. Nou, water drinken is voor mij echt mega belangrijk. Ik neem overal mijn fles mee naartoe, want omdat ik een borstvoeding geef, weet ik hoeveel water ik moet drinken om genoeg voeding te geven aan mijn kindje. Want ik merk ook als ik te weinig water drink, dat mijn voeding en melkproductie dus een stuk minder wordt. Ja, de liefde die je krijgt, dat is niet te beschrijven. Ik vind dat je echt pas weet wat liefde is als je kinderen hebt gekregen. Het is ook heel grappig dat je denkt, waar ben ik in godsnaam zo druk mee geweest? Voordat ik kinderen had. Want als je kinderen hebt, dan is het echt ja, rennen en vliegen en altijd maar doorgaan. Ik heb voor mezelf watermomentjes ingepland. Wil je hier ook tips voor? Join dan de Spa Mama Club.